water heeft tot 40 centimeter diep gestaan. Winkels onder water gelopen, horeca onder water gelopen. En twee weken na dat eerste regenbouw is het weer gebeurd. En dan moesten ze opnieuw beginnen. En dat heeft de politieke impuls gegeven om echt iets aan het probleem wateroverlast te doen. Egmondaan Zee is een kom, een echte kom. De omgeving, het zit in de duinen, dus het water stroomt van de verharde duinen hier naartoe, naar het centrum. Dit is het laagste gedeelte. En dat wordt tegengehouden door de eerste duinray die tussen deze laagtepunt en de zee ligt. Dus het water wordt hier verzameld en dat heeft veel overlast veroorzaakt. En om dat te oplossen hebben ze een buis door de duinen naar zee gebracht. In de tussentijd zijn er wat is genoemd foutieve aanslagen op het hemelwatersysteem gemaakt. Dat wil zeggen dat mensen hebben hun huishoudelijke water daarop geloosd. We hebben door de werkzaamheden die uitgevoerd zijn de regenwater opgevangen. Nu moeten we zorgen dat alleen regenwater op het strand wordt geloosd. Daarom hebben wij Royal HaskoningDHV ons gevraagd om ons bij te staan. Die laatste kleine percentage hemelwaterlozingen met een beetje vaalwater op het strand op te zoeken en op te lossen. Zodat wij kunnen zeggen met een hand op mijn hart dat alle water dat op het strand wordt geloosd is alleen regenwater. Kijk, dit is eigenlijk het enige wat je ziet bovengrond. Dat is de antenne. Dus die zit verbonden met de computer. Dus in de put hangt de Octopus, zoals ze het genoemd hebben. Dat is een meetcomputer voor DTS-metingen. En er zitten natuurlijk wat batterijen, wat accu's bij om ding van stroom te voorzien. En nou, dat hangt hier gewoon een week of twee, drie te meten. En vanaf de computer vertrekken er eigenlijk in alle richtingen het dorp in glasvezelkabels. Die de temperatuur in het rioolstelsel meten. In dit geval het hemelwaterstelsel. En dus eigenlijk, wat het principe is, stel nou dat in deze straat ligt een buis. En daar hebben we een glasvezelkabel doorheen getrokken. Die vertrekt ongeveer, weet ik veel, een kilometer het dorp in. En we meten eigenlijk op elke meter de temperatuur. En dat elke minuut. Dus we weten precies in de tijd wat de temperatuurverloop is op deze locatie. En nou is de gein van foutuitsluitingen dat op het moment dat er bijvoorbeeld uit dat huis een pijp met afvalwater op het hemelwaterstelsel hier terechtkomt. Of aankomt, dus het afvalwater stroomt dan de buis in, dan geeft dat een andere temperatuur. En dat is eigenlijk, het is een heel simpel meetprincipe, maar het is bijzonder effectief. Dat is eigenlijk hoe we dat doen. En dat doen we dus op een aantal kilometer door het hele dorp heen. En dan krijg je een heel goed inzicht van waar zijn nou de locaties waar we moeten gaan zoeken. En dan zoomen we dus in van een dorp waar een aantal kilometer stelsel ligt, naar een aantal verdachte locaties en gaan daar maar eens je probleem oplossen. We hebben voor de DTS-methode gekozen, omdat geeft een duidelijk beeld van waar die fouse aansluitingen zitten. Alles zit onder de grond en het is heel moeilijk te zien wat daar gebeurt. Je kan reëel inspecteren met rijdende televisiecamera's, maar dat is alleen een momentopname. Maar met de DTS-methode dan neem je een beeld op over een periode van 2 weken, 4 weken, wat je wil. En je ziet heel duidelijk waar lozingen gebeuren. En door de analyse van die slimme mensen van de Royal HaskoningDHV kan je een goed idee krijgen van precies wat in je riool gebeurt. En dat is uniek eigenlijk. Ja. Nou, qua investering zijn de kosten van dergelijke onderzoeken blijken heel hoog. Maar in verhouding met de investeringen die we hier gedaan hebben, is het niet eens 1%. Het zijn heel klein. Ik heb de samenwerking met Royal HaskoningDHV als goed ervaren. Ze kwamen met goede ideeën. De aanpak sprak ons aan omdat ze hebben meegedacht aan hoe de opzet van het project moest gebeuren.
En Royal HaskoningDHV hebben ons daar ook in geadviseerd hoe wij dat het best kunnen aanpakken. En na de hand ook controleren. Dus daar ben ik heel blij mee. Ook door de inzet van Royal HaskoningDHV mag hier in Egmondaan Zee de blauwe vlag wapperen. En mogen al onze bezoekers van het mooie strand genieten.